De oppervlakte van een rechthoek is lengte keer breedte. Maar hoe zit het dan met een driehoek? Laten we eens een driehoek tekenen. Maar niet zomaar een driehoek. Nee, een rechthoekige driehoek. Dit houdt in dat één hoek een hoek van 90 graden is. En dan teken ik precies diezelfde driehoek nog een keer. Als ik nu de tweede driehoek omdraai en tegen de eerste driehoek aanleg, krijg ik een rechthoek. Probeer het zelf maar eens uit. Het werkt altijd. Ik kan de oppervlakte van een rechthoek uitrekenen. Namelijk door de lengte keer de breedte te doen. En omdat deze rechthoek bestaat uit twee gelijke driehoeken, is elk van de driehoeken dus de helft van de oppervlakte van de rechthoek. De oppervlakte van een rechthoekige driehoek kun je dus uitrekenen door er een rechthoek omheen te tekenen en daar de oppervlakte van te nemen en die oppervlakte vervolgens door 2 te delen. Deze manier noem je inlijsten. Met behulp van inlijsten kunnen we ook oppervlaktes van andere driehoeken uitrekenen. Zoals deze driehoek bijvoorbeeld. Hiervan zou het lastig zijn om de oppervlakte zomaar te bepalen. Maar als je er een rechthoek omheen tekent, dan kun je de oppervlakte van dat rechthoek uitrekenen. Daar de oppervlakte van die driehoekjes weer afhalen. Laten we dat eens gaan doen. De oppervlakte van het hele rechthoek is 4 keer 5 is 20 vierkante centimeter. De oppervlakte van driehoekje 1 is de helft van 2 keer 4. Dus 2 keer 4 gedeeld door 2 is 4 vierkante centimeter. De oppervlakte van driehoekje 2 is de helft van 1 keer 4. Dus 1 keer 4 gedeeld door 2 is 2 vierkante centimeter. En de oppervlakte van driehoekje 3 is de helft van 2 keer 5. Dus 2 keer 5 gedeeld door 2 is 5 vierkante centimeter. Deze drie oppervlaktes haal ik van de oppervlakte van de rechthoek af. En dan houd ik de oppervlakte van de oorspronkelijke driehoek over. Die driehoek is dus 9 vierkante centimeter. Deze manier van inlijsten werkt niet alleen met driehoeken, maar ook met andere vormen, zoals deze of deze. De manier van werken blijft hetzelfde. Teken er een driehoek omheen, reken daar de oppervlakte van uit en haal er dan net zo lang stukjes af totdat je het oorspronkelijke figuur over hebt. Inlijsten werkt het allerbeste als je het figuur op ruitjespapier kan tekenen. Als je een opdracht moet maken, kan ik je ook aanraden om het figuur zelf te tekenen. Dan kan je de rechthoek ook echt eromheen tekenen en alles wat je al uitgerekend hebt ook echt afstrepen. Denk eraan dat als je net als in mijn voorbeeld alle berekeningen goed opschrijft. Want dat levert bij een proefwerk de meeste punten op. Weet je wat ook mooi is om in te lijsten? Onze poster voor het metrieke stelsel. Je vindt het linkje in de videobeschrijving. Ik zeg bedankt voor het kijken. Misschien heb je nog wel even de tijd om onze video te liken en te delen. Dat zouden we zeker op prijs stellen. Graag tot de volgende keer.